Nou, dat lijkt me erg voorbaard dat je een jaar van tevoren kan gaan voorspellen wat er een evenement of zo doorgaat. Nee, laten we hopen dat als er een vaccin op massale schaal beschikbaar wordt, dat we ook de evenementen volgend jaar weer kunnen oppakken. Dat weten we nu niet, dus het heeft ook geen zin om daar te speculeren. Kijk, ik kan me niet voorstellen dat je vierdaagse feesten op de manier zoals we ze hebben gehad de afgelopen tientallen jaren met 1,5 meter afstand. Gaat nu gebeuren. Maar wandelen kun je natuurlijk op een heleboel manieren inrichten. Ik ga overigens uit van het idee dat we gewoon volgend jaar gewoon een spetterende week hebben met gewoon ordinaire, normale feesten en wandelvierdaagse. Maar we zullen wel een vaccin nodig hebben om op de normale manier te kunnen gaan bewegen. Nou, laten we dat nu even afwachten. Er vindt veel onderzoek plaats. Het is veel te verbaren om nu al iets te zeggen over die feesten.